Ja, ja. Ik wil maar zeggen, gerezen brood is geprezen brood, hè. En het brood moet gewoon lekker zijn, hè. En dan werken we gewoon elke dag aan om het gewoon lekker te maken. Ik kon nog niet tellen. Mijn moeder deed al een zakje voor en moest ik meten of ze allemaal even hoog waren. Wij passen veel op. Ja. Dus dan kunnen hun aan de slag en wij zorgen voor de kleintjes. Het is een geweldig mooie dag en echt prachtig. Nogmaals, goedemorgen allemaal. Ik zal me even voorstellen, ik ben Tanja van Zambeek. Ik ben de ceremoniemeester van vandaag. Als er iets is, spreek me gerust aan. Ik vind het een hele eer om hier te mogen staan. Dus ik wil de familie Maas ook heel erg bedanken daarvoor. En ik heb gezien hoe ontzettend hard jullie gewerkt hebben om deze dag gerealiseerd te krijgen. Dus ik hoop echt vanaf nu dat jullie het los kunnen laten en heerlijk kunnen genieten. Echt genieten, hè? Het is een hele bijzondere dag, een bijzondere gelegenheid. Dus ik wens iedereen een hele mooie dag, maar de familie Maas in het bijzonder. Goedemorgen allemaal. Burgemeester Prenzel, lieve familie, medewerkers en alle andere aanwezigen. We zijn, Margriet en ik heten jullie van harte welkom op deze speciale dag. We zijn eigenlijk nog maar zo kort eigenaren van dit bedrijf, zo'n 10 en 7 jaar. Maar door al het harde en passievolle werk van onze vorige generaties mogen wij ons nu met trots hofleverancier noemen. Maar liefst 226 jaar, opgebouwd door 8 generaties. Daar willen we graag met jullie bij stilstaan, want dat vinden wij zelf ook heel bijzonder. We weten hoe onze opa, oma, tantes, papa en mama hier keihard voor gewerkt hebben. En jullie nog steeds, heel vaak. Bedankt dat jullie altijd voor ons klaarstaan. Maar niet alleen zij in al die jaren hebben ook de medewerkers heel hard hieraan meegewerkt. Margriet en ik zijn hartstikke trots op het team wat er nu samen met ons staat. Want zo voelt het. Wij doen dit samen. Robert, zit heel ver weg. Ik weet niet anders dan dat jij bij ons werkt. 33 jaar. Dat is bijna ons hele leven. En Ricky, na 26 jaar bij ons... te zijn geweest, ga je na dit jaar van je pensioen genieten. We zijn natuurlijk heel blij voor jou, maar wij gaan je enorm missen. Met het oog op de tijd kan ik niet iedereen noemen, maar Margriet en ik willen jullie allemaal natuurlijk bedanken voor jullie jarenlange betrokkenheid en inzet. We zijn echt heel blij met jullie. We gaan er nu met z'n allen een mooie feestelijke dag van maken en dan geef ik nu graag het woord aan burgemeester Prenzel. Dankjewel. Beste aanwezigen, nogmaals een hele goede morgen. In het bijzonder natuurlijk familie Maassen. Margriet, Petra, Bernard en Trace, Herman en de kleinkinderen, Tim en Nick. Die niet op een klein stoeltje, maar gewoon 226 jaar, wij willen op een grote stoel zitten. Dat mag ook. Dames en heren, het is mij een grote eer hier vandaag voor u te mogen staan. Op deze feestelijke en zonnige dag, al is er een overkapping, hij is meer voor de zon dan voor de regen, jullie hebben overal rekening mee gehouden. 225 jaar bestaan van bakkerij Maassen BV te Wanrooi, eigenlijk, het werd al gezegd, 226 jaar. Maar u begrijpt waarom er een jaar uitstel is, want anders had ik hier vorig jaar met alle genoegen gestaan, maar dat kon niet. Het belangrijkste is dat we er vandaag zijn en dat we kunnen stilstaan bij dit fantastische jubileum.
Brood en banket. Het is zo gewoon. En toch ook zo bijzonder. Wie heeft er geen jeugdherinneringen aan de geur van vers gebakken brood? Hoe je als kind een korstje brood of een koekje kreeg bij de bakker. Die prachtige toonbank waar al die heerlijkheden lagen uitgestald. De feestelijke gelegenheden die reden waren om extra bestellingen te doen. Gebak voor een verjaardag. De kerststol. De worstenbroodjes. Met kerstmis de broodjes voor het zondagochtendontbijt. Een bakkerij hoort bij ieders leven en heeft sowieso iets feestelijks in zich. Van een bakker word je altijd vrolijk. Dat is de ene kant van de medaille. Als zoon van een brood- en banketbakker ken ik ook de andere kant van die medaille. Hard werken, dat was ook voor mijn vader. Het had impact op het gezin bij ons. Ik ben de jongste uit een gezin van 6. Stil, je vader slaapt na alle nachtelijke uren in de bakkerij. Maar ook de hectiek rond Pasen en Kerst, wanneer er gigantische overuren gemaakt moesten worden en hij onder stille nacht, heilige nacht, compleet uitgeteld was van het werk. Een bakkerij met rijke historie op deze plek aan de Dorpstraat in Wangrooi. We vieren vandaag ongeveer 1 jaar na dato dat 225 jaar bestaan van de bakkerij Maassen. En dan moet er heel wat gebeuren als je dat echt wilt bekronen met het hofleverancierschap. Uit de archieven blijkt dat we terug moeten naar 1723, het geboortejaar van Henricus Maassen. Zijn wieg staat in Bruggen, in Duitsland. De naam Maassen is vervolgens via de mannelijke lijn te volgen naar de zoon Martinus Maassen, die in 1784 trouwt met Maria Gielens en zij vestigt zich in Oefeld. En dan zijn we al in land van Kuik. Bernard Maassen neemt de bakkerij over van zijn vader en treedt in 1983 in het huwelijk met Trees van Asseldonk. Zij krijgen 3 kinderen, Margriet, Petra en Herman. En die zijn hier ook. In 2011 komt Margriet in de zaak en in 2014 volgt zus Petra. Samen zijn ze nu het gezicht van de bakkerij Maassen. Een moderne bakkerij met producten van topkwaliteit. Met een vaste klantenkring in Wangrooi, maar ook buiten het dorp. En de gemeente weten velen de bakkerij te vinden. Met tegenwoordig als topproduct het mosse worstenbroodje. Dat door vriend en vijand het beste worstenbroodje van Brabant wordt genoemd. En zo zijn we weer in het heden, 226 jaar bakkerijgeschiedenis. Wat een rijk verleden. Wat een prachtige onderneming. Om daar als fundament te kunnen staan. Wat een goede reden om daar als kers op de taart het predicaat hofleverancier aan te verbinden. Een predicaat dat je niet zomaar krijgt. Want het is niet zo, nou als het nou maar goed is opgeschreven honderden jaren, dan komt het allemaal wel goed. Nee, u begrijpt, je krijgt het niet zo. In vroege tijden mocht een bedrijf zich hofleverancier noemen wanneer ze ook daadwerkelijk aan het hof, het koninklijk huis, leverde. In 1815 voerde koning Willem I het predicaat in. En in 1987 werd het stelsel herzien en werden de volgende criteria leidend. En daar voldoet dit bedrijf van de familie Maassen dus volledig aan. De koning kan het recht tot het voeren van het koninklijk wapen, met de toevoeging bij koninklijke beschikking hofleverancier, toekennen aan kleine en middelgrote ondernemingen die een vooraanstaande plaats innemen in hun regio en daarnaast 100, 125 of een veelvoud van 25 jaar bestaan. De bestuurders van dat bedrijf moeten van, daar komt ie, onbesproken gedrag zijn. Dat is allemaal gecheckt. Honderden jaren onbesproken gedrag. Evenals de onderneming zelf. Ook moet de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf duidelijk zijn. Bakkerij Maassen voldoet ruimschoots aan de genoemde criteria. En het zal u dan ook niet verbazen
dat ik, en u ziet het, niet het wapen van Wanrooy van Sint-Antonis, maar het rijkswapen, dat ik namens koning Willem-Alexander het recht heb om u het koninklijk wapen te laten voeren, met daarbij de toevoeging koninklijke beschikking hofleverancier. Van harte gefeliciteerd, beste zussen, beste ouders, broer en alle andere belangstellenden. Lof en hulde en eeuwige roem voor Bakkerij Maassen in Wanrooy. Applaus. Alvorens ik het u ga uitreiken, meld ik u dat het bij zo'n jubileum past dat wij met z'n allen uit volle borst dat Lang zal ze leven gaan zingen. Ik zal zelf voorzingen. Lang zal ze leven, lang zullen ze leven, lang zullen ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hip, 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 hoera, hip, 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 hoera, hip, 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 hoera. Hier is de bijbehorende ingelijste oorkonde behorend bij het hofleverancierschap. En ik wil hem jullie graag overhandigen. Wel. Kunnen de fotografen het allemaal goed zien? Ja. Nou, handen tekort. Daarom neem ik het weer aan. Na 225 jaar krijg je een extra groot boeket, alsjeblieft. Dank u wel. Alsjeblieft. Ja. Ik zou zeggen, trek hem maar aan. Met goud belegd, hè? Ja. Moet je hem nog vasthouden? Ja, maar even vasthouden. Ja. Ja, doe je dat even, stap je ervoor, dan kom je alles even achter. Ik ga niet voor de tekst. Wat mooi van jou. Ja. Ja. Ja, zo, ja. Ja, zo, ja. Ja, zo, ja. Ja, ja, ja. Goedemorgen allemaal. Nou, de burgemeester is me prachtig voorgegaan, dus het kan alleen maar nog maar tegenvallen, zou je zeggen. Maar ik zal het niet te lang houden, vooral voor de kleine mannen. Want die zitten al zo lang op een grote stoel, dat was natuurlijk best spannend. Zoals al gezegd werd, ik ben Marie-Hélène Zengering van de NBOV, de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Brood- en Banketbakkers. Gevestigd in Gouda, ook al eeuwenlang. En het is hartstikke mooi om te zien dat vandaag opnieuw een bedrijf in onze branche het hofleverancierschap heeft gekregen. Het predicaat is een prachtig bord. En zoals ik al zei, nog een bedrijf. Want de bakkerijbranche is natuurlijk een branche die niet een paar honderd jaar oud is, maar al eeuwenlang bestaat. En dat is het mooie van dit vak. Ik vind het geweldig om te zien dat jullie vandaag die predicaat hebben gekregen. En eigenlijk, ik wil even iets voorlezen uit de uitnodiging die ik van jullie kreeg. Volgens mij van Wouter. En die spreekt eigenlijk al voor zich. Wij zijn er enorm trots op dat het predicaat hofleverancier aan onze bakkerij is toegekend. Niet alleen een geweldige eer voor de huidige directie en medewerkers, maar ook zeker voor alle voorgaande generaties die het bedrijf naar het hedendaagse hebben weten te leiden. En dat is eigenlijk precies waar het om gaat. De benadrukt die eeuwenlange traditie van het ambachtelijk vakmanschap en het belang van de bakker als lokale ondernemer. Ik zeg het nog maar even tegen de burgemeester. Het bakkersberoep is wereldwijd en het ambacht gaat ook eeuwenlang terug. En eigenlijk is het heel bijzonder dat een relatief eenvoudig grondstoffen, het is water, bloem en gist, deze, dat je daar op de hele wereld zoveel mooie verschillende producten van kunt maken. En die overal met veel smaak gegeten worden en waar hele generaties, denk wij allemaal, groot mee zijn geworden. In Nederland zijn er nog zo'n 1600 ambachtelijke bakkers, wel met 3700 verkooppunten. En de meeste zijn in Noord-Brabant, in Zuid-Holland en in Noord-Holland. Dus het is wel belangrijk dat dat bakkersvak blijft bestaan. En hoe zorgen we daarvoor? Nou, we moeten in ieder geval zorgen dat iedereen die hier is, maar ook elders in het land, weet hoe mooi het is om bakker te zijn. En om dat vooral uit te dragen naar neven, nichten, broers, zusters enzovoorts. We moeten vooral blijven bakken in Nederland. En het gaat niet alleen om de bakkers en de verkopers natuurlijk, maar ook om de ondernemers die daarbij zijn. Het ondernemerschap is een mooi vak, je moet er veel voor doen. Tegenwoordig hoef je niet altijd meer midden in de nacht op te staan. Er komt steeds meer vooruitgang, ook in de technieken.
Maar in ieder geval is het ondernemerschap nog best een uitdaging in Nederland. Maar het is ook mooi. Ik denk dat jullie dat ook zien. Je hebt wel je ouders vaak nodig om ook in te springen. Maar het is elke dag weer opnieuw een mooi vak en mooie producten die in de toonbank en in de etalage liggen. En ik vind het dan ook vanuit mijn invalshoek mooi om te zien dat er zulke bedrijven zijn die het vak met liefde elke dag weer uitoefenen. En die zien dat het ondernemerschap ook hele mooie kansen biedt. En het predicaat wat vandaag is uitgereikt aan jullie, dat geeft niet alleen een gouden randje aan jullie eigen bedrijf, maar aan de hele bakkerijbranche in Nederland. En daarvoor wil ik jullie hartelijk bedanken. Fijne dag. Hartelijk dank. Mag ik dan de heer Ruud Frank uitnodigen namens de Dorpsraad Van Rooy? Goedemorgen allemaal. Ik begin met de opmerking dat ik zelf weinig verstand van bakken heb en alles wat erbij komt kijken. Dat is voor mij al gezegd. Ik heb de hele geschiedenis wel gelezen, maar ook die is uitgesproken, de burgemeester Frenzel. Er blijft niet zo gek veel over. Betekent dat het niet al te lang hoeft te duren. Goedemorgen, familie Maassen, medewerkers, vrienden en andere genodigden. Gezien het officiële gedeelte en het gegeven dat, wat ik net al zei, alles wat belangrijk is, al verteld is, duur ik niet lang. Ik ben vereerd dat ik jullie mag toespreken namens Dorpsraad Van Rooy en eigenlijk ook een klein beetje namens de hele gemeenschap Van Rooy. De Dorpsraad vertegenwoordigt immers de gemeenschap. Fijn dat ik dat mag doen bij deze uitreiking. Eindelijk weer eens een keer een feestje of een feestelijke gebeurtenis in ons dorp. Op 1 januari zullen de 5 gemeenten van het Land van Kuik opgaan in 1 grote gemeente, het Land van Kuik. Voor zover ik heb kunnen achterhalen, hebben de 32 dorpen en 1 stad op dit moment 4 bedrijven met het predicaat hofleverancier. Chauvinistisch als ik dan ben ik toch wel heel blij dat Van Rooy er nog snel even de 5e aan toevoegt. Absoluut. En dat in de vorm van Bakkerij Maassen, thans gerund door Petra Margriet, gesteund door Bernard, Trace en alle medewerkers. En bekend, zoals de burgemeester ook al zei, van het worstenbroodje van de mos, maar zeker ook het Van Rooy's onderontje. Het is niet niks om het predicaat hofleverancier uitgereikt te krijgen. Zoals burgemeester Frenzel ook al zei, daar moet je wat voor doen, daar moet je veel voor doen. Gedaan hebben, maar ook zeker veel voor gelaten hebben. Nou, dat is gelukt in dit geval met 8 generaties. Jullie hebben hem behaald. In de voorbije 226 jaar heeft Van Rooy vele bakkers en bakkerijen gehad. Met zo'n 100 jaar geleden hadden we er nog 4. Nu hebben we er 1, gerund door Petra en Margriet. Heel mooi op deze manier. Namens mijn collega bestuursleden, maar ook namens de Van Rooyse gemeenschap, wil ik jullie alle hartelijk feliciteren met dit predicaat. We hebben gemeend dat we moeten doen met een fraai bloemstuk, in de verwachting dat jullie er een mooi plekje voor zullen vinden. Ik wens iedereen hier aanwezig, maar jullie in het bijzonder, een hele fijne dag. En bij 250 jaar bestaan, dan kom ik graag terug. Dankjewel. Het is de eerste keer dat ik een broodbank in handen heb. Geef hem nog heel snel aan jullie, alsjeblieft. Ja, heel mooi. Alles? Graag. Ja. Komt ie. Proost op de familie Maassen, op de koning die dit uiteindelijk heeft afgeleverd aan jullie. Santé. We hebben echt ook hard van moeten werken.
mensen. Op deze heugelijke dag hier midden in het dorp Wangrooi. En jij bent van de bakkersfamilie uit de vijfde generatie. En daar kun jij, denk ik, een heleboel over vertellen wat dat betekent in zo'n drukke bakkerswinkel. Wat er komt kijken. Hoe heb jij dat ervaren als kind ook? Nou, onze ouders hadden weinig tijd voor ons. Dus wat deden ze? Ze zetten ons in de bakkerij en ze lieten ons werkjes doen. Zoals beschuitbollen inpakken. Ik kon nog niet tellen. Mijn moeder deed dan een zakje voor en moest ik meten of ze allemaal even hoog waren. En later, toen we naar de school gingen, dan stond ze tussen de middag om 12 uur, stond ze klaar met een fiets, twee tassen voor, achter een doos met allemaal spullen uit de winkel, want we hadden nog kruidenierswinkel. En dan moesten we ze wegbrengen, achter in het broek, naar de Baltussen. En dan zei ze altijd, goed oppassen, en aan de kant, als er een auto aan komt. En één keer is me dat een beetje slecht bevallen. Toen kwam er een vrachtwagen door de Hapsenweg. Dus Martine moest aan de kant, en wat deed ze? Ze reed plons de sloot in. Met tassen en fiets. Want jullie werden natuurlijk, ieder lid van het gezin werd eigenlijk ingeschakeld. Wij werden allemaal ingeschakeld, ja. En zeker als het hoogtijdagen waren, dan moesten we flink werken. Ik ben op mijn 17e thuis komen werken, in verband dat mijn moeder niet goed was. Daar ging ik dus het huishouden doen. Ik hielp in de bakkerij mee, in de winkel. Dus ik was eigenlijk mannetje van alles. Ja. En dat geldt voor die anderen ook allemaal? Als het heel druk was, dan ging in de winkel heel druk was, dan ging mijn vader naar achter en die trok daar een blik dames open. Dus wij moesten dan allemaal die winkel in en klanten helpen. Ja, ongeacht of je misschien huiswerk had of zo? Meestal was dat vaak net in het weekend, dus dat kon wel. Ja. Dat kon wel. Heb jij, ondanks dat je elders woonde, de ontwikkeling hier een beetje meegemaakt dan? Ik heb altijd hier gewoond totdat ik trouwde. Ik ben eigenlijk vanuit dit huis getrouwd. Ben ik in Landros gaan wonen. Ik ging dus iedere dag op de fiets op en neer naar Wangrooi om hier te gaan werken. Later ben ik naar Curaçao, eerst nog in Sint-Hubert gewoond, waar nu Hermien woont. En later ben ik naar Curaçao verhuisd. Toen weer teruggekomen en toen wilde ik eigenlijk wel weer terug in de bakkerij gaan werken. Maar dat vonden ze niet zo'n idee. Maar ik vond dat ook niet zo erg, dus toen heb ik mijn ouders gaan helpen. Want die waren dus al op leeftijd. Heb je wel eens gedacht van, hoe zal dat altijd door blijven gaan? Is er altijd belangstelling? Nee, ik heb nooit gedacht dat het zou stoppen. Want net als met Kerstmis, dan was het 12 uur 's nachts en dan was ik achter in het broek nog aan het bezorgen, terwijl de nachtmis begon. En dan was het echt dag en nacht doorwerken en dan was ik eigenlijk op mijn best. Je hebt nu tegenwoordig een tijd, anno 2021, vaak van bezorgen van eten en maaltijden. Hè? Hebben jullie ook in die sfeer gewerkt? Ik heb jarenlang brood bezorgd in de naburige dorp Sint-Hubert. Ik ging maandags, woensdags en zaterdags bracht ik brood en aanverwanten rond. Ik had best wel een hele grote klantenkring. Dat heb ik altijd met heel veel plezier gedaan. Ben je blij dat het verder gaat? Zeker, zeker, ja. Zeker. Is toch een stuk nostalgie? Ja, zeker, ja. Zeker. En deze dames die zijn Petra en Margriet? Perfect, die doen het perfect. Ja, dankjewel. Petra en Margriet, hier voor onze camera staan twee stralende beide meiden. Want dit is absoluut een hoogtijdag voor jullie, hè? Mm-hmm. Zeker, heel speciaal. Ja. Het is een geweldig mooie dag en echt prachtig. Ja. Daar hebben jullie naartoe geleefd? Ja, ja. Zeker. Wanneer kwam dat het hofleverancierschap in beeld dan? Hoe werkte dat? Zo'n anderhalf jaar geleden hebben mijn vader en mijn partner het aangevraagd samen. In eerste instantie wilden ze het als een verrassing doen, maar al snel bleek dat een hofleverancier aanvraagt dat niet als verrassing kan, omdat het hele bedrijf wordt natuurlijk nagekeken, doorgelicht eigenlijk. Dus toen hebben we het met z'n allen gedaan. We hebben er lang op moeten wachten in verband met corona ook. En nu in afgelopen januari is bekend geworden bij de provincie en de gemeente dat we het hofleverancier predicaat hebben gegeven.
krijgen. Want je krijgt het niet zomaar, hebben wij begrepen. Nee. Je moet echt, heel de boekhouding moet worden doorgelegd. Verder moet het op de werkvloer allemaal kloppen. Het is niet zomaar inderdaad. Nee. En ook je eigen, tenminste onze eigen boekhouder mocht het helaas niet controleren. Het moest door een registeraccountant worden gedaan. Dus ja, dat moet allemaal een stapje hoger en beter dan wat wij normaal gewend zijn. Ja. En dan is het zover? Dan is het zover. In maart kregen wij het zelf te horen. Vanaf maart zijn we super druk geweest met alle voorbereidingen. Bedenken hoe we het gaan aanpakken. Want ja, met corona nu is het natuurlijk heel anders dan dat je het normaal misschien zou vieren. Dus met alle aanpassingen hebben we er denk ik een hele mooie dag van weten te maken. Ja. Want Bakkerij Maassen is een begrip ook buiten Wangerooi, hè? Ja, we hebben heel veel buitendorpse klandizie ook. En natuurlijk heel veel voorbijgangers die gewoon door het dorp heen rijden en die even bij ons aankomen. Ja. Wie was nou begonnen? Ik ben begonnen. Jij bent begonnen? Ik ben als eerste het bedrijf ingekomen. Ja. En heb jij tegen je zus gezegd, hey, kom eens meedoen? Nou, het werd op een gegeven moment wel heel erg veel. En mijn ouders deden natuurlijk, die hebben in het begin heel veel meegewerkt. Maar die gingen ook steeds minder in het bedrijf doen, zodat ik het meer over kon nemen. Dus het is heel geleidelijk aan gegaan. Op een gegeven moment was ik voor zoveel uurtjes in de week bezig. En toen dacht ik ook van als ik nog een gezinnetje wil, dan moet het toch anders. Ja. En Petra die vond het heel erg leuk om dit samen met mij te gaan doen. Dus zodoende dat we het samen zijn gaan doen. En dat is een hele goede combinatie. En zijn jullie 5-6 dagen bezig met alles, met de winkel en de bakkerij? Maandag zijn we wel gesloten, maar het is een administratiedag. Dus die neem ik meestal op me, omdat ik dan met mijn kinderen beter de dag in kan delen. En voor de verdere zijn we dan tot en met zaterdag, van dinsdag tot en met zaterdag geopend. Ja. Jullie noemden al, hartstikke leuk hofleverancierschap. Het is niet alleen onze verdiensten. Nee, wij zijn de 8e generatie. En het is wel heel speciaal, want wij zijn wel de eerste dames. Het is altijd van vader op zoon gegaan. En nu mogen wij het als twee zussen samen doen. Wij werken nu ongeveer 10-7 jaar in het bedrijf. We zijn eigenaren. En de vorige generaties hebben natuurlijk het helemaal opgebouwd tot wat het nu is. En wij gaan mooi lekker verder zo. En na vandaag, dat is volgens mij een hele grote stimulans, hè? Ja, het is sowieso heel mooi dat zoveel mensen zich ook op hebben gegeven vandaag voor deze dag. Om te komen kijken. Maar natuurlijk, met de corona willen we het wel goed in goede banen leiden. Dus vandaar dat we niet hebben gezien van kom maar gewoon op de Bonnefoy. Maar weten we wel wat er gaat komen. En we hebben heel veel positieve reacties gehad. Dus we vinden het echt heel erg leuk dat mensen ook zo met ons begaan zijn. Ja. Geeft je wel een impuls, denk ik, hè? Van, ja, zeker. We doen dit en zeker. We moeten best hard werken. Maar... Ja, we zijn er super trots op. En het is natuurlijk de klanten. We bedanken de klanten hiermee. Want door hen kunnen we dit natuurlijk doen. Nee. Dus daarom vinden we het vooral leuk om vandaag de klanten in het zonnetje te zetten. Met allemaal lekkernijen. Dat is natuurlijk super leuk. Lekker nee, want het gaat natuurlijk niet alleen over de bekende worstenbroodjes. Nee, we hebben vandaag ook gewoon lekker yoghurtgebak, maar en koekjes, hapjes, warme hapjes, eigenlijk van alles. Gewoon onze klanten, vrienden, familie, alles in de watten leggen. Ja. Ik wens jullie veel succes voor de toekomst en vandaag een hele fijne dag. Dankjewel, jullie bedankt voor de komst. Ben en Trace, dit moet voor jullie toch wel een hele bijzondere dag zijn. Misschien wel de hoogtijdag in al die generaties. Ja, dat is het. Ja. Voor ons is het de bekroning op de hele bakkerij. Hè? Ja, en want dat ging altijd maar door. Ja, dan moeten we weer terugkijken, maar het ging altijd maar door. Het ging gewoon door, ja. Je dacht er niet bij na. En een beetje humor in de winkel. Ja, hoort erbij. Ja. Ja. Hoort erbij. Een dag niet gelachen, een dag niet geleefd. Het is het beste wat me is overkomen. Ja. Dit zonnetje in de winkel. Ja. Ik heb mijn bezigheden achter. Hè. En Trace heeft de hele winkel gedaan. Hè. En je werd wel geacht meteen mee te draaien. Natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Gewoon mee aanpakken. En dat verwachten jullie ook van jullie kinderen? Ja. Toen jullie kinderen kregen, ja. Nou, ze hebben er zelf ook mee voor gekozen. Ik heb er mee gekozen toen ik met Bernard trouwde natuurlijk. En onze kinderen hebben er later voor gekozen. Maar ik hoop dat ze me evenveel plezier doen als wij. Ja. Het was vroeger ook wel een beetje gebruikelijk. Dat als je bij een boer en bij een bakker en bij de middenstandszaken. Ja. Dat als je trouwde, dan ging de vrouw ook mee helpen. Hè? Ja.
En tegenwoordig ja, heeft iedereen zijn eigen werk. En er was altijd werk, hè? En er is altijd werk, hè? Ja, dat heeft jouw zus Martine net ook nog verteld hier voor de camera. En wat voorbeelden genoemd, maar dat moet je morgen maar eens luisteren. Hebben jullie, ga ik het even aan jou vragen, Trace, zorgen gemaakt van, wij worden ouder en... Nou, het is heel fijn, toen onze Herman het dus niet deed, die ging studeren, die deed het toen niet, dat onze dames zeiden van, dan gaan wij het doen. En het was voor ons natuurlijk een hele geruststelling, dat het allemaal toch doorging. Want er is maar één bakker in het dorp. Ja. Heeft de een de ander geïnspireerd als je het hebt over Margriet en Petra? Ja, eerst Margriet. Ja, eerst Margriet ging op vakantie en die kwam terug van vakantie en die zei van, ik wil in de bakkerij, ik ga dit doen. Ja. Die kwam op een gegeven moment achter dat het toch wel heel veel werk was. En die heeft Petra gevraagd van, goh, zullen we het samen gaan doen? En Petra die heeft erover nagedacht en die heeft gezegd, ja, dat vind ik vind het ook leuk, ja. En nou, het is een goede match samen, die twee dames. De ene doet graag de winkel, maar Griet werkt graag achter. Die doet alle administratie, doet die. En de goede samenhorigheid samen, die twee dames. Is het zo, Trace, dat opa's en oma's gaan oppassen en jullie gaan misschien nog bijspringen af en toe in de winkel? Wij springen veel bij, maar vooral, wij passen veel op. We passen veel op, ja. Dus dan kunnen hun aan de slag en wij zorgen voor de kleintjes. De toekomst ziet er veelbelovend uit. Ja. Twee mannetjes. Ja. Wie weet hoe het gaat lopen. Ja. Maar jullie hebben wel vertrouwen, hè? Zolang als iedereen er met plezier aan werkt, is het prima. En wat erna komt, dat zien we wel. Ja. Jullie doen maar gerust hard een stapje terug. En wij mogen een stapje terug. Ja. Wij doen ook een stapje terug, ja. Blijven jullie ook doen. Nog één keer, het worstenbroodje. Hoe zeggen mensen dat? Hoe schrijven we dat? Het worstenbroodje. 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 Van de Mos. Ja, worstenbroodje van de Mos. Een worstenbroodje van de Mos. Het lekkerste van heel Brabant. Ja, Mos. Ja. Heerlijk, het is smeuïg en je hoeft er niet op te kauwen. Het smelt gewoon in de mond. Ja, dus Mos is dan M-A-O-S of de Mos? M-O... Mosse. Het mosse. Met een hoedje op de O. Mosse. Ja. Vroeger hadden Mossemik, hè? Ja. Zoals je de Mossenberg had. Ja. Waar de berg is ontstaan. Ja. Mossemik. Ja. Mosse worstenbroodje. Ja. Overigens, Ben, jouw vader was me om een andere reden bekend, beroemd. En het heeft met toneelspelen te maken. Ja. Toen dacht ik straks toen ik dat hoorde, oh ja, er was toch nog ook wel wat vrije tijd dan? Ja, dat was om dat te doen. In de bakkerij stond hij, toen ik klein was, in de bakkerij stond hij zijn toneeluitvoering stond hij voor te bereiden. En aan de deegmachine. En de onderlinge vriendschap was de toneelvereniging. En een van de hoofdrollen was de Vrek van Molière, heeft hij gespeeld. Nou, dat was in heel land van Kuik hebben ze die opvoering gedaan. Van Graven tot aan Uden, tot aan Kuik ook, ja. En Kuik. En Kuik hoorde ik dat, en dat had ik nog nooit gehoord. Ja, land van Kuik. Oh ja, de Vrek van Molière, door de bakker van Uit Wangerooi. Ja. Dankjewel. Ja.